Vandaag zijn we achter de schermen bij van de grootste automerken ter wereld. Dit zijn de fotostudio's waar het brochuremateriaal en ook bijvoorbeeld de foto's voor de website gemaakt worden. Is dit de auto die hele volkstammen vanaf nu laat warmlopen voor een elektrische auto? Die kans die acht ik heel groot, om een aantal redenen. Je zit hoog, hij kan 3 kinderzitjes op de achterbank kwijt, je kunt dingen op het dak meenemen, hij heeft een grote kofferbak, er kan een trekhaak achter, hij mag 1200 kilo trekken en hij heeft een actieradius van meer dan 500 kilometer. Maar het meeste zit het nog in het feit dat het een Volkswagen is. Want bij het kleine broertje van die ID4, deze ID3, bleek namelijk dat 75% van de kopers daarvoor nog geen Volkswagen had. Ja, zo ziet het er dus uit achter de schermen bij Volkswagen in hun eigen fotostudio's voor deze hele belangrijke auto. Want dit is hun eerste elektrische auto die het in de hele wereld goed moet gaan doen. Want hij wordt ook gebouwd en verkocht in China en de Verenigde Staten. Maar hoe ziet die auto nou van dichtbij uit? Wat je ziet is zo'n heel aerodynamisch ontwerp met zachte vlakken en harde lijnen. Een beetje zo'nzelfde lijn die je ook in de woestijn bijvoorbeeld tegenkomt. Dat het door de wind gevormd is. En ja, aerodynamica is natuurlijk super belangrijk voor een elektrische auto. Want hoe aerodynamischer een auto is, hoe verder die komt. En daarom zijn bijvoorbeeld ook de handgrepen heel mooi weggewerkt. En kom je dan naar achteren, dan heb je zo'n enorme achterspoiler die samenkomt bij die waanzinnige 3D-LED achterlichten. En dat creëert dan samen zo'n aerodynamisch effect dat de lucht heel makkelijk loskomt van die auto. Dus je krijgt een auto die er heel stoer en robuust uitziet, maar tegelijkertijd dus heel aerodynamisch is. Dit is het hart van die ID4, een platform wat je zeg maar als een soort skateboard zou kunnen zien. Hier onderin zit het accupakket, laag ingebouwd in de auto voor een laag zwaartepunt. En die techniek zit verder heel mooi in de hoeken weggestopt en dat resulteert natuurlijk in heel veel binnenruimte. En hier achterin zit dan de elektromotor. En die motor die is zo groot dat hij zeg maar in een sporttas zou passen, maar in de sterkste versie is hij goed voor 150 kilowatt, oftewel 204 pk. En daarmee gaat die ID4 van 0 naar 100 in 8,5 seconden. De auto kun je natuurlijk snel laden, maar de dikste versie kun je snel laden met 125 kilowatt. En dat betekent dat je in een half uur laden 320 kilometer actieradius hebt. Kijk, dat schiet op. En hier zie je hoeveel beenruimte dat skateboardprincipe oplevert. Deze stoel staat op mijn afstand, ik ben 1,80 meter. En je ziet het hoe ruim ik hier zit. De auto heeft qua buitenmaten zit hij tussen een Tiguan en een Tiguan Allspace in. Qua binnenruimte is het absoluut een Tiguan Allspace. Je hebt de ruimte hier van auto's die een klasse groter zijn. En hier achter het stuur gaat dat gevoel van ruimtelijkheid alleen maar door. Ja, onder andere door zo'n lage middentunnel hier, maar ook een dashboard wat zeg maar uit 2 delen bestaat, waardoor dat ook weer een beetje lijkt te zweven. En je ziet hier nu die blauwe kleur. Ja, dat kunnen 30 verschillende kleuren zijn. Verder heeft hij ook eigenlijk heel weinig knopjes. Dat komt doordat het hier allemaal verzameld is onder sliders en touchscreens. En ja, dat maakt gewoon uiteindelijk, zeker met zo'n panoramadak, dat het heel ruimtelijk oogt. Deze auto heeft ook iets vets verstopt onder de voorruit. Het heet ID Light en het is een LED-strip waarmee allerlei boodschappen aan jou verteld kunnen worden. Bijvoorbeeld of er een telefoontje binnenkomt, dan laat hij dat weten. Of als er gevaar dreigt, dan ligt die strip rood op. Of hij kan jou attenderen om van rijbaan te veranderen. Dat zijn allemaal hele slimme dingen die dus ja, eigenlijk communiceren via LED's. En ja, zoals die designers zelf zeggen, licht is het nieuwe chroom. Deze auto heeft augmented reality op zijn head-up display. Nou, dat zijn een hele hoop Engelse woorden, maar waar het op neerkomt is dat hij aanwijzingen voor jou projecteert op de voorruit, maar dat doet hij in levende lijven. Kijk, als we nu eventjes de navigatie aanzetten. Ik zie al, hier moet ik naar links. Dan zit er een strip onder de voorruit die ook zal zeggen, kijk, daar gaat hij, linksaf. En uiteindelijk, in real life, zie je het punt, hier zo, bestemming bereikt. Is dit een auto waar je warm van loopt? Misschien wel,
Misschien niet, maar weet wel dat Volkswagen bezig is met een enorm elektro-offensief. En de komende jaren gaan er nog een station wagon komen, een sedan, een coupé-versie op basis van deze auto, een nog grotere SUV, zelfs een elektrische Volkswagen bus. Weet je wel, dat busje van vroeger. En dan gaat het niet alleen om Volkswagen, maar ook om Seat en Skoda en Audi. In 2029 zullen er maar liefst 79 elektrische modellen zijn. Dus ja, daar zit er ook vast wel iets voor jou tussen. Ja, je bent een merk voor het volk of niet, hè? Leuk dat je hebt gekeken naar deze video over de nieuwe Volkswagen ID.4. Wil je er nou meer over weten? Check dan de link hieronder. En laat dan ook meteen even een duimpje achter. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal, zodat je alle video's als eerste te zien krijgt. Tot de volgende!